Drentse vakantieparken stromen vol. Ook kleine winkels proberen click and collect. Nieuwe bestemming voor reusachtige wandschildering in Meppel. Er staat file voor de slagboom van het vakantiepark Hart van Drenthe in Zwichelte. Nu de voorjaarsvakantie is begonnen, weten toeristen de weg naar Drenthe goed te vinden. Voor ons gevoel zaten we al vol, maar vanmorgen kregen we nog 2 telefoontjes van heb je nog een ruimte? En we hadden nog 2 accommodaties vrij en nu zitten we helemaal vol. Vanaf nu tot en met komende maandag, of volgende week maandag moet ik zeggen. En die drukte komt voor Kuipers niet als een verrassing. 2 jaar terug zit je in beide weken. Zo'n beetje 80% en vorig jaar was dat al een groei en nu de telefoon gaat nog steeds. Musea zijn dicht, winkels gesloten en er is maar beperkte animatie voor kinderen. En wat gaan vakantiegangers dan doen? We gaan naar Westerbork en hier gewoon genieten van de natuur. En ook gewoon hier leuk bij de speeltuin bijvoorbeeld een midget golfen. En we wouden ook nog op die skelters daar. Ik mag graag wandelen, dus je bent zo in de bos hier ook. Je stapt zo de bos in en met fiets kan je ook alle kanten op. Mooie fietsparen, dus Drenthe heeft echt wel mijn hart. Om ervoor te zorgen dat het op de bekende plekken, zoals het Dwingelderveld, niet te druk wordt komende week, promoot Marketing Drenthe ook onbekende wandel- en fietsroutes. Dat kan bij wijze van spreken een mooi klein natuurgebiedje zijn achter het huis van iemand. Dus dat is heel wis. Dat kan het Mantingenveld zijn. Meestal zijn het er wat kleinere plekjes. Of zijn het misschien wel zoals hier het Dwingelderveld, maar wijs je ze inderdaad niet op deze parkeerplaats, maar bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij het Ledenzand. Wat dan net even iets minder bekend is. En de vakantieganger die klaar is met wandelen, kan op vakantiepark Het Land van Bartje ook gewoon gaan zwemmen. Binnen zwemmen mag niet, maar het dak van het zwembad kan open en dus kunnen er toch baantjes worden getrokken. Er wordt heel enthousiast gezwommen. De kinderen zijn blij. Dit hadden ze natuurlijk ook niet verwacht. Op vakantie dan wel kunnen zwemmen. Nee, heerlijk. Dit is echt vakantiegevoel. Dit is het vakantiegevoel. En ook het weer speelt natuurlijk fantastisch mee. 3, 2, 1. Bommetje! Hoe is het water? Lekker. Niet koud? Nee. Warm. Dus toen ik erin ging springen, toen dacht ik dat het heel koud is zoals normaal, maar eigenlijk is het heel warm. Heb je afgelopen weekend ook op de schaatsen gestaan? Ja, ook op de schaatsen gestaan, ja zeker. In een week zwemmen en schaatsen, daar komt niet heel vaak, ga je niet nog heel vaak meemaken eigenlijk. In de Lekstraat in de wijk Pittelo in Assen is vanochtend rond 6 uur een geparkeerde auto beschoten. Het incident werd mogelijk voorafgegaan door een ruzie in de Kollardslaan in het stadscentrum. Volgens de politie raakte niemand gewond. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Deze eieren zijn van Meta, Meta Leefkens. Zij werkt met stro. Dit is van Willemien Voskamp. Dat vind ik zo bijzonder. Zij stopt weer een eitje in een ei. Greta Roeland uit België. En zij is heel handig met klei op een ei. Dit zijn struisvogeleieren en Lex Rasterhof heeft deze eieren gebroken. Dit is de Oranjerie in Zeien. Een woonwinkel waar je prima kunt rondstruinen op zoek naar allerlei sierstukjes. Maar ook deze eenmanszaak is natuurlijk gesloten. Toch zit eigenaar Geeske de Vries niet stil. Ze heeft in haar eentje de hele paascollectie al uitgestald. Ik ben alleen, geen personeel meer. Als we in begin maart open mogen, ik denk, ik ga gewoon maar aan de gang. De eieren die zijn er nu ook allemaal in van kunstenaars. Allemaal op een eigen manier bewerkt. Echt unieke exemplaren. Ik ben heerlijk aan de gang. Muziekje op de achtergrond. En ja, ik worstel mij gewoon door die hele winkel heen. En het ziet er nu al fantastisch uit, moet ik zeggen. Toch is het voor ondernemers geen leuke situatie. Misschien is al het werk wel voor niets gedaan. Als ik nu zo de berichten zie, dan haal ik denk ik de begin van de tentoonstelling haal ik niet. Dat wil zeggen 7 maart gaat die eigenlijk open. Maar zoals de berichten nu zijn, ziet dat er niet echt hoopvol uit. Maar goed, misschien een week later, misschien 2 weken later. Nou ja, ik zie het wel. Ik ben in ieder geval er klaar voor. De Vries heeft zich met de Oranjerie ook aan click and collect gewaagd. Dus online bestellen en je spullen bij de winkel afhalen. Ik heb het gevoel dat het een beetje een zoethoudertje voor de ondernemer is. Het is mondjesmaat. Maar goed, ik ben hier, het is mijn huis, het is mijn thuis. Tussendoor komt er af en toe iemand iets ophalen. Nou ja, het zit mij dus niet in de weg. Ik hoef er niet speciaal hiervoor te zijn, ik ben er toch.
Maar qua inkomsten? Nou, nee, helaas. De Vries kan dan ook niet wachten om de deuren voor haar klanten weer wagenwijd open te zetten. Er is voldoende ruimte, dus ik hoop dat er gewoon toch nog 1 of 2 weken dat men kan genieten van deze prachtige paaswinkel. Ik vind het decoreren geweldig om te doen, maar ik wil het zo graag delen met iedereen. Ik wil het zo graag laten zien. Restaurateurs uit België zijn bezig met een spannende klus in de voormalige HBS aan het zuideinde in Meppel. Een wandschildering van zo'n 10 bij 3 meter wordt helemaal van de muur gehaald. Dat is vooral een grote bron van stress. Ja, daar lig je een paar weken lang van wakker, meestal, omdat het zoveel risico's inhoudt. Moeilijk is, iedere keer anders is. Kunstenaar Volkert Haanstra maakte deze schildering in 1963. Elke leerling die hier sindsdien op school heeft gezeten, zal zich het kleurrijke werk herinneren. Het geheel moet straks een plek krijgen in de nieuwe school van Stad en S in Meppel. Dit is de 6e keer dat we dat doen. Dit is wel de grootste. Midden in de bouwplaats van de oude school is een soort operatiekamer gemaakt, waar de restaurateur het kunstwerk probeert te redden. Ze plakken een speciale lijm en doeken op de verf en uiteindelijk wordt de schildering met pleisterlaag en al eraf getrokken. Ik ben nu bezig de 2e keer te strijken. En het komt erop neer dat het doek dat we hebben aangebracht met de lijm, dat we die nog een keer heel goed doen samen smelten met de lijm. Met deze techniek wordt het kunstwerk zoveel mogelijk in originele staat bewaard. De relatief hoge kosten, zo'n €55.000, worden betaald door gemeente Meppel, provincie Drenthe en Waarborgfonds Meppel. Maar het is nog spannend of het echt gaat lukken. Wat echt kan misgaan is natuurlijk dat je begint af te halen en dat de helft blijft zitten. We hebben dat nog niet gehad, maar er zijn zeker voorbeelden gekend waarbij dat wel gebeurd is. De restaurateurs zijn een paar weken zoek met het verwijderen van de wandschildering. Als alles goed gaat, wordt het kunstwerk in de loop van dit jaar in de nieuwe school geplaatst. Vannacht waait er een matige zuidelijke wind. Het is droog en de temperatuur daalt naar 1 graad of 7. De zondag doet zijn naam morgen eer aan. Er is vrij veel zon en de temperatuur loopt op tot rond de 16 graden. Met daarbij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting. Dat weerbeeld zien we ook van maandag tot en met woensdag terug. Het blijft droog en woensdag wordt de warmste dag. Het kan dan zomaar eens lokaal 18 graden worden. Tot zover Drenthe Nu. Meer nieuws is er uiteraard op rtvdrenthe.nl en in onze app. Nog een fijne avond en graag tot morgen.